De bos achter. Ja. Ik zweer, daar komt hij aan lopen. Kijk, het vast. Oh. Zijn ze nou op zoek met alles naar het honden? Nee, toch? Nooit meer te vee. Shit stoort me, garen voor wat ze zijn presentatoren. Fuck interviews met correcte antwoorden. Nooit meer te vee, komt orde nu verstoren. Nooit meer te vee. Yo mensen van Nooit meer TV, vandaag gaan we iets super vets doen. We gaan namelijk met de mannen van Verboekenum naar een verlaten kasteel. Het gaat een hele uitdaging worden, want we moeten een fucking steile wand op om bij het kasteel te komen. Vroeger dit. Het is best wel moeilijk om hier doorheen te komen. Het is allemaal dicht begroeid en zo. Maar we kunnen het. Sorry. Ik wilde weten hoe laat het is, maar ja. Ik vind het toch slecht. Dit is helemaal dicht. Andere ingang zoeken, denk ik. Ja. Nee, wat zijn op die zweefde gewoon. Holy shit. Holy fuck, man. Jongens, hier die vloer. De vloer ligt hier gewoon helemaal los. Ja, die vloer is helemaal open gewoon. Ja, we zijn vandaag bij een nieuwe aflevering kandidaat van... Mijn man is een klusser. Hoi. Valt wel mee, toch? Dat wij van mij zitten zeiken, maar ik heb er ook zin in. Hoe lang heb je hierover gedaan, vraag me? 45 jaar. Maar dit heb je wel goed gedaan. Ja. Is dat kunst of? Ja, daar gaan we een stuk overheen. Dus wat is dit voor ruimte? Ik heb geen idee, maar het lijkt op een crematieruimte. Alsof er lijken in liggen. Je ziet gewoon je adem hier, jongens. Tenminste, hier in ieder geval. Oh, hè? Maar hallo. Kom. Holy fuck, guys. Ik denk dat we eerlijk gezegd een beetje een probleem hebben. Het ziet er niet naar uit dat we hier doorheen gaan komen. Kijk eens dan. Het is ingestort, jongens. Dit is helemaal ingestort. Dan voel ik zot. Gast. Zwevende deuren. Als je hier dus naar beneden flikkert. Dan val je goed. En je hebt een ambulance nodig, heb je dus een probleem. Fuck, we moeten hier weg, man. Wat soort hier in? Er is een kelder. Een kelder? Ja. Dat zit hier achter. De bos achter. Ik zweer, daar komt hij aan lopen. Ja. Op, ga die kant op, kom. Hij heeft ons gezien, Loop. Die kant op. Hij komt eraan. Danny. Fuck. Hij is weg. Danny. Hij is weg, jongens. Wacht, daar is die man. Go, hij zit echt hier. Ik had hier. Kijk, ik zit vast. Go. Hij komt er aan. We hebben net dus de boswachter eigenlijk ontmoet. Hij kwam dus tegemoet lopen. Maar wij waren binnen in het pand. We zitten nu ergens gescholen. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, de boswachter is er dus echt. Hij en waarschijnlijk, we zagen iets in zijn hand. Waarschijnlijk is dat het wapen waarmee hij dus schiet. Hey, Stefan. Ja. Vele mensen zullen wel afvragen waarom je die helm op hebt. Nou ja, ik ben aan het filmen. En soms let je niet altijd goed op waar je loopt. En dan kan je wel eens je hoofd stoten. Maar ik ben heel blij dat ik hem mee heb genomen, want alles is hier een beetje ingestoten. Hey, Alex. Ja. Hij werkt. Waar is die toren nu dan? Hij staat volgens mij achter die boom. Ja, volgens mij daar ergens. Nee, maar we zijn toch zo gelopen? Nee, maar we zijn er... Ja, we zijn zo rondgelopen, dus ik denk daar. Dus we moeten weer die kant op. Ik weet het echt niet meer. We zijn verdwaald. Nou ja, gelukkig is daar... Oh, dat is ook weg. Gelukkig is het dag en niet dag. Nou, eigenlijk zo'n anderhalf uur later is het nu een beetje... Ja, zoiets, anderhalf uur later. Poging 2 om naar binnen te komen, want we willen echt in die kelder kijken. We hopen dat de boswachter nu weg is. Ik denk wel dat hij weg is. Hij blijft geen anderhalf uur. Dus we gaan weer mee naar binnen. We zijn iemand kwijt. En als hij ons in de zeik zit te nemen, ik zweer het. Hij zegt dit ding tegen zijn kop. Bart, twee man voor twee meisjes.
Fuck you. Fuck you. Guys. Laten we naar beneden gaan. Nou, krijg lekker de ding. Ga voor, hup. Nee, ik krijg de vinkjes lopen, in. Okay. Lopen. Okay, lopen. Lopen. Holy shit, hier. What the fuck, jongens? Oh! Yeah, fuck! Fuck you! Damn! Ik haat je. Tyfus! Ik steek het echt in mijn broek. Ik maar wachten op jullie, jongens. Echt, ik denk, waar blijven jullie dan? Ik heb 10 minuten gewacht en dat we naar beneden. Ik zweer, mijn broek is vol. Wat zou de fuck zou dit zijn geweest? What the fuck? Van bankjes? Ja, bankjes. Met een lokker eronder. Een spulletje eronder. Ah, jammer. Dat is dan een plek in de film waar je zo'n klein meisje ziet staan. Nou, die zag ik dus ook net staan. Ik zeg, hoi. Gast. Die gast. Oh, weg, jongens. Bos, wacht even. Hij is hier binnen. Hij is hier gewoon binnen. Hij is binnen. Rennen. Ik heb geen idee welke kant we op moeten. Waar is die toren? Is dat de toren? Ja! Dit is hout. Ik ben blij dat ik mee mocht hierheen. Echt, dit is een prachtig uitzicht. Ik weet dat jullie niet kunnen zien nu door de zon, maar ik heb een mooie shot gemaakt. En we staan hier nu boven in de, ja, wat is het eigenlijk? De toren, de kerker, wat is het? Toren van het kasteel. Vage kasteel. het was niet veilig, dus ik raad niemand dit aan om dat thuis na te doen. Want er zitten hier nogal wat gaten. Voor mij ben ik ook de enige die verstandig is geweest om een helm op te doen. Het ziet er misschien een beetje raar uit, maar veiligheid voor alles. Helemaal als ik het filmen ben, stoot je snel je hoofd. Ik denk, dit is echt eng. Hé, hey, ze zeiden, ga je mee naar je urbex? Ik zei, oké, ik ga wel mee. Geen probleem. Totdat ik deze trap tegenkwam. Oh, naar beneden, boven was er een stuk minder eng, jongens, dan beneden. Ja. Holy shit. What the fuck? Wat, je lult, echt je lult. Is hij nog steeds? Kom, Stefan. Hij is gewoon terug, jongens, ik dacht dat we klaar waren. Nee, kom op dit. We maken fucking verherrie, dat hoort je allemaal. Kom. Ren. Geef je camera. Ik draai gelukkig nog. Rennen. Kwad! Dit is echt zo! Zes, kom hier! Kut, hier! Dat is sowieso de boswachter. Het zijn twee gasten. Twee quads. What the fuck, gek? Waar is die auto? Ja, we moeten hier naar beneden. Weet je hoe diep het hier is? Die quad is gestopt. Ze moeten hier naar beneden. Ze zijn gestopt. Kom. Hier, fucking naar beneden. Zijn ze nou op zoek met naar ons naar het honden? Nee, toch?
Serieus, gast? Ja, ik vond het. Doe eens. Oké, ik ben er klaar mee. Kom naar die auto, jongens, naar die auto. We zijn van mij naar ons. Zij hebben honden, man. Stil, stil. Staat hij daar? De auto. Ja, ik zie hem. Daar is de auto, jongens. Waar zijn die anderen? Kwamen. Kijk, hij wil die tak aan gaan breken. Steen. Ik ga me nu sweepen. Onderkant van die tak kun je vastpakken hier niet meer, want hier is een breekpunt. Oh shit! Kom. Oké, geef die tas maar. Pas die voor die motor. Oh! Fuck, kom op, kom op, weg! Weg, in die auto, in die auto, in die auto! Ik hoor ze komen. Open! Naar binnen, 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 binnen! Deur is niet goed dicht, gasten. Gasten, jongens. Lekker! Ja. Oh. Lekker gedaan, jongens. Oh, hey. 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 Dankjewel voor het kijken van deze fantastische Urbex ervaring. We zijn net ontsnapt aan een fucking boswachter. Dat was fucking amazing, guys. Wat vonden jullie? Ik vond het verschrikkelijk top. Fucking vet. Ja, ja, echt gruwelijk. Ik wil best wel even mijn schoen laten zien. Wacht even. Kijk, holy shit. Even of je het kan kijken. Dit waren nieuwe schoenen. Kijk, zie je het? Ja. Nou, de stof is eruit. Dat kan je wel zeggen. Dus bedankt, Bart. Je weet, ik weet aan wie ik mijn schoenen kan denken laten. Iedereen, dankjewel voor het kijken. Was super amazing. Mannen van de Boekenland bedankt. Natuurlijk deze jongen bedankt, Stefan. Zijn kanaal staat ook in de beschrijving. Hun kanaal staat in de beschrijving. Jackie natuurlijk bedankt. Sorry van je schoen. Bij 1500 likes ga ik je schoen betalen. Afgelopen. Hoe duur zijn die schoenen? 90. Laat maar. Dankjewel voor het kijken. Laat het.